De ABOP-PL-fractie zal in het vervolg als een onafhankelijke fractie fungeren in de Nationale Assemblée. Dit maakt de fractieleider Obed Kamalapé vandaag op een openbare vergadering bekend. NDP-fractieleider Robinder Permeser wilde weten of hiermee de ABOP-PL-fractie los staat van de coalitie. Wij hebben aangegeven de ABOP-PL-fractie met onmiddellijke ingang de komende of de resterende termijn van dit parlement als onafhankelijke fractie zal opereren. En ook elke standpunt van de ABOP-PL-fractie zal vanuit de ABOP-PL-fractie fractieleider naar voren worden gebracht. Tot nu toe werd er opgetreden vanuit een coalitiefractie. Ja, toch? U begrijpt dat ik daar meer duidelijkheid wens te hebben. Wanneer hier tot nu toe de heer Gayadin sprak, sprak hij als coalitiefractie. Wanneer de heer Gayadin straks gaat praten, wat houdt dat in? Is de coalitiefractie zonder ABOP en PL? NPS-fractieleider Gregory Rusland wees erop dat vanaf de coalitievorming in 2020 de NDS als zelfstandige fractie fungeert. DNA-voorzitter Marinus B. legde uit hoe de situatie nu is. Ik denk dat vanaf dit parlement, tenminste in 2020, is aangetreden, of de leden, dat duidelijk is dat de NPS een eigen fractie heeft. Het kan best voorkomen dat er issues zijn van algemene aard die een coalitiebenadering behoeven. En daar zult u gemerkt hebben dat het lid Gayadin dan het woord voerde. Maar ik weet niet anders dan dat de NPS een eigen fractie heeft. Laat het duidelijk zijn. Dus ik denk om zaken te verduidelijken. In het verleden was het zo dat de ABOP-PL een brief had mede ondertekend dat meneer Gayadin als fractieleider van de coalitie optreedt. Met uitzondering van de NPS, want dat standpunt van de NPS was duidelijk. En ik ga ervan uit, ik heb die brief nog niet gelezen, maar om de fractieleider van de ABOP-PL te begrijpen dat vanaf nu ze ook, net als de NPS-fractie, onafhankelijk zal opereren van de VAP. Van de totale coalitie is. Dat is correct verwoord. De ABOP-PL-fractie. Kijk, we ondersteunen ten alle tijden leiders met verbindende karakters en die boven partijen staat. En uit onze overwegingen, onze evaluatie. Dus ik denk dat u duidelijk bent: de ABOP-PL-fractie wordt geleid door de heer Kanapé. Deo Sharman van de VHP heeft gevraagd deze kwestie in een huishoudelijke vergadering te bespreken. Hierna zal de partij haar standpunt bekendmaken.